Hey, vanaf 8 april veranderen de regels voor snorfietsers in Amsterdam. Je rijdt dan niet meer op het fietspad, maar gaat met helm de rijbaan op. We gaan kijken welke nieuwe situaties je dan op straat tegenkomt. Hier dus niet meer op het fietspad, maar de rijbaan op. Die snorfiets mag daar niet rijden. En ik moet ook op die fietsers wachten. Zie je dat blauwe fietspadbord? Dat witte bord daaronder is nieuw en geeft aan dat je hier niet met je snorfiets op het fietspad mag. Kijk. Dit bord geeft aan dat ik hier als uitzondering weer het fietspad op moet. De Nassaukade is een van de uitzonderingswegen. Hier blijf je op het fietspad. Oké, hier even goed opletten. Ik zie een nieuw bord. Die is voor automobilisten. Zo worden zij gewezen op snorfietsers op de rijbaan. Oké, hier gebeurt van alles. Ik zie 3 nieuwe dingen. Dit blauwe vlak op de weg geeft aan dat ik het fietspad moet verlaten en hier de rijbaan op moet. Het wit-rode bord links geeft ook aan dat ik hier de rijbaan op moet. En het witte bord onder het fietspadbord rechts, dat ik hier dus niet op het fietspad mag blijven. Oké, opletten voor de auto's. Natuurlijk altijd voor. Oké, snowfietsers. Vanaf 8 april, helm op, binnen de ring A10 op de rijbaan, een paar grote straten uitgezonderd en de bijbehorende borden zijn dit. Let op, buiten de ring verandert er niets.